op het moment dat je binnenkomt, dat geroezemoes en de geur vaak ook van de theaters. Ja, en dan ga je zitten en de geroezemoes gaat nog door. En er opeens gaat het beginnen en de hele zaal is stil. En dat is geweldig natuurlijk, dat gevoel. Het zaallicht, dat dooft. En vervolgens die eerste stappen die een acteur op het podium zet. En dat je ook nog heel erg zoekende bent van wat ga jij vanavond doen? Wat ga je vanavond met mij doen? Hoe ga ik op jou reageren? Vanaf dat moment is het eigenlijk de achtbaan, de voorstelling in. Ik heb ooit van iemand in het Verre Oosten gehoord. Die zei, het valt me zo op, jullie moeten altijd praten. Want dat vind ik hier ook. Als je dan in het theater gezamenlijk zit, heb je genoeg aan elkaars gezelschap. En kun je na afloop kun je het delen van wat je hebt gezien en wat je hebt gevoeld. Kunst vindt altijd een weg. Ik denk dat kunst een bestaansrecht krijgt als je het kan delen met mensen. En als er een plek is om het te vieren.